John van Schip, 2-0 winnen bij NAC Breda. De eerste uitoverwinning, hoe voelt dat? Nou, dat voelt goed natuurlijk. Het is, heeft even geduurd, maar zaten er een paar keer redelijk dichtbij. Sparta, VVV, onder andere. En vandaag denk ik dat het ja, meer dan terecht was dat we hier winnen. Heerlijk, de eerste uitoverwinning van dit seizoen. En, we hebben heel goed gespeeld, veel kansen gecreëerd. Alleen het enige minpunt is dat we het niet eerder hebben beslist. Maar toch blij met de 0-2 overwinning. Vlak voor rust, die 1-0 van jullie was een belangrijk moment. Ja, precies. Dat is altijd een lekker moment om met 1-0 de rust in te gaan. En gelukkig gemaakt, Bram, de penalty goed af. Vlak voor rust is inderdaad een belangrijk moment. We kunnen in de rust ook dingen duidelijk even aangeven. We hebben Nico eruit gehaald. Die had een gele kaart. En ja, we hadden ook het idee dat Philip voetballend misschien iets meer kon brengen vanaf dat moment in de wedstrijd. En dat gebeurde ook. Dus die is goed ingevallen. Je was bij beide doelpunten betrokken, hè? De eerste aanleiding van de penalty en daarna de 2-0 die je zelf maakt. Ja, precies. Vandaag kan nog wel misschien 1 of 2 goals bij kunnen maken, maar dat hadden andere jongens ook kunnen doen. Ja, het ging lekker en wat ik ook zeg, die penalty moment was misschien heel cruciaal voor de wedstrijd. Niet dat NAC beter was dan ons, maar in zo'n wedstrijd, als je niet scoort, kan die zo aan de andere kant vallen. 9 wedstrijden, dat is een fantastische start. Het vertrouwen is groot. Maar we weten ook hoe dicht dat soort dingen bij elkaar liggen. Dus we moeten gewoon, wat ik al zei, ons weer richten op de beker dinsdag. En van daaruit gaan we weer richting de competitie ons weer richten. Niet te veel over lullen, lekker voetballen. Ja, niet te veel over lullen. Inderdaad, gewoon gaan voetballen. En het is leuk dat je nu zeg maar tweede staat. Maar we moeten ook wel realistisch zijn. Er gaat ons veel meer om. Dat we op een goede manier proberen dat te doen waar we mee bezig zijn. En ja, als we uiteindelijk daarin nu tweede staan, is alleen maar mooi. Maar we moeten niet in één keer gaan denken dat we allemaal geweldenaars zijn. We doen het goed, we spelen leuk. Maar er zit ook nog wel heel veel verbetering in voor de toekomst.